Hallo, hier met de bosoma. Ik eis nu 1000 likes, anders kom ik met een slappe koek achter je aan. Like even deze video in 3 seconden tijd, anders is een grote kans dat de creepy oma straks onder jouw bed ligt. Dus 3, 2, 1. Ik hoop dat jij die aan het kijken is geliked hebt, want kunnen wij voor de 2000 likes gaan? Het moet kunnen met 100.000 abonnees, dus laten we het even bewijzen dat het ook gewoon kan. Maar goed mensen, we gaan het enge sms'jes oplezen, maar voordat we dat gaan doen, ik film tegenwoordig weer in 4K, de meeste video's zijn in 4K. Ken je meer YouTubers die in 4K filmen? Laat het vooral even achter in de comments. En als we het verder over creepy oma gaan hebben, ik denk dat jullie het wel hebben gezien op Daily Gaming, want op Daily Gaming heb ik een hele serie gemaakt met de creepy oma. En nu heb ik dus een sms gesprek gekregen met oma. En eens even kijken hoe dat eigenlijk te werken gaat en of het net zo eng is als in de serie die we hebben gemaakt. Goed mensen, laten we gaan beginnen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er te zeggen is. Oké, dit is sms gesprek en het begint zo. Kelly zegt, hey Ralf, ga je vandaag weer mee naar oma? En Ralf zegt, ja vanavond, hoezo? Waarop Kelly weer aan het typen is en Kelly zegt tegen Ralf, ze is waarschijnlijk heel boek aan het schrijven. Ja, gewoon, ik wil niet alleen thuis blijven, snap je? En daar zegt Ralf, nee, daar heb je wel gelijk in. Maar moet sowieso eerst naar school toe. Oké, dus Ralf moet eerst naar school toe, dat is wel begrijpelijk. En mama is aan het typen, ja, mama van Ralf en Kelly is ook thuis. En mama zegt tegen ze, maar lieverds, wij gaan ook mee naar oma, hè? We willen toch eens een keertje met z'n vieren langs gaan. Waarop Ralf zegt, oh, ik vind dat goed, hoor. Misschien ook wel een keer een goed idee dat ze met het hele gezin gaan, toch? En papa is aan het typen. En wat zegt papa tegen Ralf en Kelly? Papa zegt, dat is goed om te horen. Laten we dan na avondeten naar oma gaan. Na het avondeten is het niet een beetje laat. Ik zou juist even gewoon bij oma gaan eten. Waarop Kelly ook inderdaad zegt, kunnen we niet anders lekker bij oma gaan eten? En daar heeft Kelly volledig gelijk in. Mama is aan het typen en mama zegt dus tegen Kelly en Ralf, waarschijnlijk is ook een boek aan het schrijven, of valt er wat mee? Als jullie dat willen, wij moeten eerst nog wat doen voor we naar opa en oma kunnen gaan. Dus gaan jullie maar eerst. Oké, klinkt als een goed idee, waarop Ralf zegt, is goed, met een duimpje. Maar dan, ik ben benieuwd, wat is er dan? Oké, Kelly is aan het typen en Kelly zegt, mama, Ralf zit weer onzin te verkondigen op school. Waarop Ralf zegt, Kelly, niet klikken, ik doe gewoon niks. Ik zit gewoon in de klas, dus stop alsjeblieft. Waarop Kelly weer aan het typen is, want ja, Ralf is niet zo blij met als Kelly aan het snitchen is. En dan snap ik wel, Kelly niet zo snitchen, kom op jongen, dat is toch niet nodig. Maar goed, Kelly heeft er vast wel iets op te zeggen. Je zit te grappen met dat vandaag de dag is dat oma's veranderen in kannibalen, et cetera. Alsof ze Jeffrey Dahmer is. Waarop papa zegt, Ralf, dit vind ik wel heel heftig van je. Ga je gedragen op school. Waarop Ralf zegt, oké, sorry papa. We maken gewoon wat geintjes. Waarop papa zegt, ja, want dat is grappig of zo. Nou, ik denk niet dat het heel grappig is. Want Ralf zegt, ja, nou ja, ik zie jullie vanavond weer. Misschien een goed idee, Ralf. Waarop papa zegt, kom niet lezen. Oké, tot vanavond. En Ralf is weer aan het typen. En Ralf zegt tegen de ouders, hey, we zijn nu onderweg naar oma toe. Waarop papa weer aan het typen is, want ze zijn naar oma toe. Ik weet niet of het verstandig idee is dat ze naar oma aan het gaan is, maar het zal wel weer aan mij liggen, denk ik. Oké, papa zegt, oh super. Weet je een leuke schooldag gehad? En Ralf is aan het typen, ja hoor, ik heb ervan genoten. Mama is ook aan het typen. En ja, ik ben blij dat ze in ieder geval genoten hebben van de schooldag. Ik geniet er meestal niet van, maar gelukkig zit ik niet meer op school. Ik ben afgestudeerd. Mama is aan het typen en mama zegt, oh goed zo. Nou, veel plezier bij oma alvast, hè. Wij komen, wat? Oké. Wij komen later. En Kelly zegt, dank u. En Ralf zegt, want ze zijn net aangekomen, wij zijn aangekomen bij oma. We zitten binnen. Goed, fijn dat ze in ieder geval binnen zit. Ik hoop wel dat ze veilig zijn. Want Kelly is aan het typen. Inderdaad, alleen er valt één ding op. En Ralf zegt, ja, het stinkt behoorlijk hier binnen. Beetje muffig, maar ook rotter iets. Hoe dichter ik bij haar kelder kom, hoe sterker de geur. Oeh, dus ze zitten heel dicht bij de kelder van oma. Wat kan dat betekenen, mensen? Wat denken jullie? Wat zit er in die kelder? En ja, Kelly zegt, precies, dat is echt raar, hè. Mama is aan het typen en mama zegt tegen ze, maar eerlijk, hè, als ik dan over die kelder nadenk, eeuw, het stinkt dan waarschijnlijk heel erg. Wat zou er voor rotters kunnen liggen, denken jullie? Mama zegt, ach man, houd toch op met die onzin. Mijn moeder is toch niet tot zoiets in staat? Hoe weet mama dat het erover gaat? Maar goed, Ralf zegt, het is geen onzin als Kelly het al zegt. Ja, inderdaad, als Kelly het al zegt, dan moet het toch geen onzin zijn, want Kelly liegt toch niet zomaar. Dit is een klikspaan. Maar goed, papa zegt, stoppen nu. Anders geen Efteling dit weekend. Oh, ze gaan naar de Efteling. En Ralf zegt, nou oké, sorry papa. Oké, Kelly zegt, wij gaan zo eten. We zien jullie zo. Oké, tot zo, zegt papa, na het eten. We hebben net gegeten. Alleen het vlees smaakte heel anders. En er zaten kleine haarzakjes nog in. Wow. Ik snap hier dus helemaal niks van. Wat gadverdamme haarzakjes in het vlees wat oma voor je klaarmaakt? Papa zegt, wat nou weer? Ew, oké, dat is wel echt disgusting. Maar goed, Kelly is aan het typen. En wat Kelly hierop te zeggen is, dat weet ik niet. Maar het is een dame die haat het sowieso als haar het eten zit. Ik vind het ook vies hoor, maar goed. Dit is gewoon fucking smerig, oké? Oké. Kelly zegt, Ralf heeft gelijk. Het was echt raar vlees en ze eet zelf niet eens mijn aardappelen met groenten. Oké, dit is wel een beetje verdacht. Maar goed, Ralf zegt, precies. Ik heb lopen kokken als we tijdens het eten en normaal is ze niet zo. En eten we altijd wel lekker. Ze is aan het dementeren, denken we. Ze gedraagt zich
zich anders ook wellicht. Oké, dat is wel een beetje vaag. Haarzakjes in het eten, ze eten in het vlees. Mama zegt, genoeg geweest. Dat je dit durft te zeggen over mijn eigen moeder. Wow, oké. Kom op zeg, als het zo is, dan is het toch zo. Maar goed, ze is weer aan het typen. En wat zegt mama nog meer? Maar luister eens even. Wij komen vanavond niet. We hebben andere plannen. Oké, mag ik even lezen misschien? We hebben andere plannen vanavond te doen. En Rolf zegt, oh, dat is helemaal goed. Katie zegt, oké, ik vind het wel een beetje eng worden. Ik zie oma naar de kelder lopen met een groot mes. Wow, oké. Rolf zegt, ben je serieus, Katie? Ik zit in mijn kamer, maar wow, dit is heftig. Dit is trouwens dat familiegroepset waar we nu aan het kijken zijn. En Katie zegt, ja, en ik was met mijn vriendin. Ze ging even naar het toilet beneden en ze komt ook niet meer terug. Ik ben bang. Oké, dat is wel een beetje eng als oma met een groot mes naar de kelder loopt. Katie komt niet meer terug. Maar papa zegt, wauw, je zet mijn moeder neer als kannibaal, hè? Dat begrijp je toch wel? Het zijn mensen van de dag. Ik ben zwaar teleurgesteld in jullie. Ik snap dat mensen van de dag zijn, maar ey, als jouw moeder in staat is tot kannibaal te zijn, ja, hallo. En Ralf zegt, ja, het is helaas echt zo. Ik weet dat je het niet wil horen, maar ja. Oké, dat is toch gewoon eng, eerlijk. Als je zo'n moeder hebt, oké, maar goed. Mama is weer aan het typen en mama zegt, ik heb een idee. Ga maar slapen, jullie, en laat jullie gsm-geluid voor ons aan. Jullie moeten bereikbaar zijn. Oké, dat klinkt wel heel erg strikt, maar goed. Katie zegt, oké, is goed. Ik ga lekker slapen dan maar, hè. Welterusten. Ralf zegt, ik kon niet eens lezen, 3 a.m. Oké, Katie en papa en mama, welterusten, ik ook maar. En oké, het is 3 uur s'nachts. Jongens, ik had moeten luisteren naar jullie. Wow, oké. Ja, het spijt ons zeer, jongens, zegt mama. Wat is er aan de hand? Papa, mama, wat is er? En wat? Stop. Hou op. De meeste van jullie vinden video's leuk, maar liefst 70% is nog niet geabonneerd. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vraag ik je nu even om te abonneren in 3, 2, 1. Ben je geabonneerd? Toppie, we gaan weer verder. Oh my god, dat is oma die bij hun aan de deur staat? Wat zegt Katie erop? Oma belt ons aan, hè? Oké, maar Katie is aan het typen en ze zegt... Oké, what the F? Ze deed gisteren al een beetje apart, maar nu? Inderdaad, ik ben echt bang, zegt Ralf. Oké, eerlijk, als dit voor je deur staat, ben je gewoon kapot bang, toch? En papa zegt, ze is binnen. Nee, papa, verstop je nu. Kom op. En mama is aan het typen. Wat zegt mama erop? Ik probeer... Wat? Mama is eraan. Nee. Oh nee, hemel, dit meen je niet, zegt papa. Ik ben verstopt. Oh nee, hè? Oké, dit is niet best. Dit is echt niet fijn gewoon. Maar goed, eerlijk. En shit, ik word gebeld en mijn geluid stond nog aan. Papa, zegt Ralf. Oh, dat is niet handig, hè? Zet je geluid uit, want oma weet daar precies waar je zit. Ik wil zeggen dat ik van jullie hou, waarschijnlijk wat zeggen. Maar het is in plaats van jullie hou. En Katie zegt, oh nee, dit meen je niet. Ik hoor de deur. Oma is thuis. Oké, en Katie is aan het typen. Dit is echt wel dramatisch. Oh my god. Wat, Katie is een heel boek aan het schrijven of zo. Of nu het nog kan. Ik zit te gluren en ze neemt papa en mama mee naar de kelder. Laten we ons verstoppen. Ralf zegt, doen we. Joehoe. Ik wist dat er iets niet goed was met oma. Oké, Ralf, shit, mijn geluid stond nog aan. Creepy oma is aan het typen. Zit ook echt creepy oma. Daar ga je, jongen. Zo met een big smile. Hey, nee. Katie, nee, Ralf. Oké, creepy oma is weer aan het typen. Wat zegt creepy oma erop? Katie, waar ben je? Oké, dat is toch creepy? En Katie is weer aan het typen en ze zegt... Ik denk dat je even pech hebt. Ik ben gevlucht naar het hotel, hè? Oké, maakt niet uit. Creepy oma zegt... Want creepy oma waarschijnlijk een antwoord te verzinnen hierop. En dat is niet echt heel fijn of aangenaam om te horen, denk ik. Van de valkamer nummer 707. Je hebt met mijn rekeningnummer afgerekend. En ze zegt... Nee. Hoekoe. Nee. Oma toch. Like nu deze video of je bent de volgende. Oké, mensen. Ik denk dat we moeten luisteren naar oma. Dus iedereen die aan deze video aan het kijken is... Like nu deze video. Want je wil niet dat oma je ook mee een keer neemt naar de creepy kelder. In je een stukjes hak. En dat je gewoon in een vuilniszak weggevoerd moet worden. Nee, dat wil je gewoon niet hebben. Dus mensen, dit is de creepy oma. Gelukkig niet mijn oma. Maar goed, like deze video. Abonneer op dit kanaal met belletje aan. En dan mag ik jullie weer welkom heten bij de volgende video. Ciao, kus.